blijf je nou in een gezonde vrouwelijke energie? Ik ben Noren en welkom hier in mijn werkkamer. Ik zit zelf op de tweelingzielreis en dat is een relatie met je tweelingziel. En dat werkt net iets anders. Het is niet bijzonder of beter of minder, maar het werkt net iets anders als in een gewone relatie. Maar ook als je in een gewone relatie, als man en vrouw, kun je wat aan deze tips hebben. Dus ik deel ze graag. Want het kan soms best lastig zijn, weet ik uit ervaring. En de eerste is zelfliefde. En dat klinkt altijd zo triviaal van ja, ik hou van mij, ik hou van mij. Je kent het liedje wel van Harry Jekkers. Maar hoe doe je dat nu echt? En daarom heb ik een video gemaakt over zelfliefde. En dat linkje zet ik hier beneden. Ik heb daar ook een boek over geschreven, Charismatische Vrouw. Dat linkje zal ik ook sturen. Je kunt me een berichtje sturen om dat boek alsnog te bestellen. Het is bijna uitverkocht, want het is alweer jaren geleden geschreven. Ik heb het een half jaar na de ontmoeting met mijn tweelingziel geschreven. En ik weet nog goed dat mijn co-auteur zei, schrijf jij maar lekker dat hoofdstuk over zelfvertrouwen, want daar heb je zoveel van. En dat vind ik dan altijd grappig, hè? Mensen die denken dat over mensen die heel veel zelfvertrouwen hebben, dat blijkt helemaal niet te kloppen. Dat zijn gewoon mensen die zich heel erg kunnen overschreeuwen of fake it till you make it. En nou, dat had ik zeker. Dus ik moest op zoek naar, hoe krijg ik nou meer zelfvertrouwen? En daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan, dat heb ik ook gedeeld. En het heeft ook, ja, denk ik wel gewerkt. Ik heb nu meer zelfvertrouwen dan ik had. Dus dat was zeker nodig. Een andere is heling. Jouw mannelijke tweelingziel, of degene die jou het meeste spiegelt, doet dat niet opzettelijk om gemeen tegen jou te zijn, maar om ervoor te zorgen dat jij je oude wonden gaat helen, zodat je volledig in je kracht komt, zodat je het verleden loslaat. Ja, we zijn als mens vaak verslaafd aan negatieve gedachtes en aan het verleden herhalen. Net zo, hè, dan wordt het allemaal steeds erger en dan pff, boem, dan barst de bom. Net zo lang totdat je de les wel leert. Dus hoe heel je het verleden, daar zal ik nog een video over maken. Heb ik nog niet gedaan, dat zal ik doen. De volgende is dat we als vrouw gewend zijn om heel veel te willen geven. En soms ook gaan jagen. Dus dat we in de jagende energie gaan zitten. Maar dat is een ongezonde mannelijke energie die we dan gaan toepassen. Hè? Bijvoorbeeld de mannelijke tweelingziel rent weg en dan weer er eigenlijk achteraan. Ja, maar weet je, ik hou toch zoveel van je. En ik stuur nog eens een kaart en ik kijk nog eens op social media. Want alleen al kijken of iemand online is, dat is een jagende energie. En omdat het dan ook een energetische verbinding is, wordt dat gevoeld. En dat jaagt die ander alleen maar bij jou weg. Dus als je meer in je zijn gaat en dus lager gaat ademhalen, helemaal in balans blijft. En dat je niet meer je best gaat doen. Dat je niet meer je best hoeft te doen om leuk te zijn. En nog, weet ik veel, nog slanker of nog mooier of nog beter in dit of dat. Want daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat jij al goed genoeg bent zoals je bent. Dat je bijna een beetje passief wordt. Dat je kunt gaan ontvangen. Als je als vrouw kunt ontvangen, dan pas kan die man naar je toe komen. Ja, het is echt bijna passief. En dat voelt misschien een beetje onnatuurlijk, omdat ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik ben een beetje van de generatie een goede meid op haar toekomst voorbereid. En de vrouwen zijn natuurlijk nu onafhankelijk, financieel onafhankelijk. We kunnen nu alles zelf regelen. Dus we zijn een beetje in die bam-bam-modus geslagen. En misschien ook een beetje doorgeslagen. En dat we weer mogen leren om vrouw te zijn en te mogen ontvangen. En dat we goed zijn zoals we zijn. Dan word je een magneet voor die mannelijke tweelingziel of voor jouw partner. Manifesteren. Nou, het gaat om al die punten die ik net noemde, dat het ook allemaal een beetje in balans is. Hè? En dat je ook gaat manifesteren. En met manifesteren bedoel ik dat je aanneemt dat je in een gelukkige relatie kan zijn met jouw partner of met jouw tweelingziel. Want het zijn mensen die houden heel veel van zichzelf. En die zijn de hele dag zijn ze aan het helen. En ze mediteren urenlang op een kussen. Maar zij denken dat een relatie met hun tweelingziel niet voor iedereen is weggelegd. En laat staan voor hun. Ze geloven überhaupt niet meer in tweelingzielen. Want dat is natuurlijk heel makkelijk. Dat je gewoon zegt, het bestaat niet. Ja, als het dan niet lukt, dan bestaat het niet. Dat is eigenlijk allemaal een soort van zelfsabotage. Of ik ken ook mensen die kunnen juist heel goed manifesteren. En die zijn heel goed aan blijschrijven. Ik heb daar ook een webinar over gemaakt. Staat hier beneden. Webinar blijschrijven. Of een online masterclass manifesteren. Die zijn daar heel erg goed in.
Ik heb studenten die zijn heel goed in manifesteren en toch niet samen met hun tweelingziel, omdat ze nog zichzelf niet helemaal goed genoeg vinden, omdat ze nog te bezig zijn om hun best te doen. Ze twijfelen te veel aan hunzelf, vervolgens gaan ze weer twijfelen, ja, maar is het dan wel weer mijn tweelingziel? En ze zitten in angst van wat als die niet komt, wat als die wel komt, wat als ik wel gelukkig ben? Wat dan? He, dus gun jij jouzelf ook die onvoorwaardelijke liefde? He, want zolang die jouw mannelijke tweelingziel of jouw gelukkige relatie er nog niet is, dan is er ergens iets wat er nog niet is. Dan is er nog niet genoeg zelfliefde, dan is er nog niet genoeg geheeld, dan ben je nog niet aan het zijn, dan ben je nog niet aan het ontvangen, dan geloof je nog onvoldoende dat het voor jou is weggelegd, dat jij het die liefde verdient. En dus ik denk dat het, net als bij afslanken, dat het fijn is om, je kunt niet alleen maar gaan bewegen en wel je volvreten of andersom. Hè, dat je, nou ja, het gaat een beetje om de modus en water drinken en gezond dit en dat. En dat je prima ook een keer wel mag snoepen en dat dan niet meteen, dat je helemaal terug moet naar af. Als je wel een keer negatieve gedachten hebt of je hebt een off day, ik bedoel, ik had een hele off week of zeg maar zeggen off maand. maar dat betekent niet dat je dan je dromen niet meer kan krijgen. Weet je, het is niet zo dat je meteen weer helemaal teruggaat. Het is natuurlijk wel zo dat als je niet in die positieve energie blijft, dat je het yo-yo effect krijgt. Net als bij een enkel gewoon dieet. Dus dan krijg je hot en cold, koud en warm gedrag te zien van jouw mannelijke tweelingziel. Dus dan wil de ene dag wil die wel, de andere dag wil die niet. Omdat je zelf heen en weer aan het gaan bent. Omdat je zelf nog niet in de stabiel bent daarin. Nou, we hebben ook een clubje. Ik heb een aantal Twin Soul School studenten. Zij noemen mij de juf. Niet omdat ik het allemaal zo goed weet, maar omdat ik wel in een soort van leraarrol zit in dit leven. Om dingen die ik meemaak, om die om te draaien tot iets positiefs waar we allemaal wat aan hebben. En van de week, deze maand ging het niet zo goed met mij. En we kregen een heel lief berichtje van mijn studenten van, maar wij zijn er ook voor jou, hè? En dat vind ik zo lief dat we zijn daar in dat groepje echt met z'n allen. En iedereen gunt elkaar. Het zijn allemaal bijna allemaal vrouwen. Ja, het zijn allemaal vrouwen. Ik krijg trouwens wel steeds meer mannelijke tweelingzielen die om hulp vragen. En die sturen mij een LinkedIn-verzoek van, help, kun je me alsjeblieft helpen? Wel grappig dat de vrouwen nemen contact op via Facebook en de mannen via LinkedIn. Grappig verschil. Niet dat het belangrijk is, maar ik vind het gewoon zelf leuk om te zien. Maar ja, dat je dus, net als bij een gewoon dieet, is het fijn als je een mental coach hebt. Hè, of een personal trainer. En dat je het in een groepje doet, zodat je het niet alleen hoeft te doen. Dat je niet denkt van, hé, ik ben de enige gekko hier die in die shit zit. Maar wij klagen niet, maar we delen successtories met elkaar. Dus als je dat fijn vindt om dat ook mee te maken, dan heb ik hier een linkje van Twin Soul School beneden. En ik had beloofd om een praktische tip te geven. Wat je kan doen, is dat je bijvoorbeeld een liefdesbrief schrijft. Vanuit jouw mannelijke tweelingziel naar jou en vanuit jou naar jouw mannelijke tweelingziel. Alleen die brief die post je niet. Dat kun je in feite elke dag doen. Naast dat blij schrijven. En, nou, dan kun je bijvoorbeeld schrijven lieve puntje puntje. En dat je je eigen naam invult. Geef mij nu de kans om de rest van ons leven te laten zien dat ik de allerbeste ben voor jou. Ik wil voor altijd bij jou zijn. En ik had dit nodig zodat ik nu weet wat ik te bieden heb. En wil je het alsjeblieft ontvangen? En ik snap als je dat niet kan, maar ik beloof je dat je er nooit spijt van zal krijgen. En dan kan je bijvoorbeeld terugschrijven, ja, dat wil ik ook. Maar stel mij nooit meer teleur. Neem me veilig in je armen. Hou me vast. Maar deze brief kun je ook omdraaien. Dus dat die brief die jij dan zogenaamd van je mannelijke tweelingziel krijgt, dat je die aan jezelf schrijft. Ik geef mijzelf nu de kans om de rest van mijn leven mijn intuïtie te blijven volgen. Dat ik aan mezelf laat zien dat ik de beste versie van mezelf kan zijn, ongeacht wat er gebeurt. Ongeacht wat iets of iemand mij wil aandoen, zogenaamd. Maar dat je echt in je eigen kracht blijft staan. En dat je door niemand jouw geluk laat bepalen. Dus dat jouw geluk onafhankelijk is van wat iemand doet. Dus
wat je tweelingziel ook doet of wat iemand anders ook doet. En dat je zelf die verantwoordelijkheid neemt. En dat je bijvoorbeeld hier de volgende zin: ik durf nu te ontvangen. Ik durf nu onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. En ik beloof dat ik dat vanaf nu altijd zal blijven doen. Dat ik mijn intuïtie blijf volgen. En dat ik die onvoorwaardelijke liefde mag ontvangen. En je kan die andere brief die je dan vervolgens aan je mannelijke tweelingziel, kun je ook aan jezelf schrijven. Want uiteindelijk draait het allemaal, deze hele reis, dit hele leven draait om jou. En daarin ben je niet egoïstisch. Want dat past helemaal niet bij de vrouwelijke energie. En die zijn juist heel empathisch. Dus dan kun je tegen jezelf zeggen: ja, dat is wat ik wil. Ik wil mijn intuïtie blijven volgen. En ik ga mezelf niet meer teleurstellen. Ik ga niet meer liegen tegen mezelf. Weglopen van mezelf. Ik voel me nu veilig bij mezelf. Ik hou mezelf vast. En als ik niet vastgehouden word, dan hou ik mezelf vast. Ik ben bij mij. Als je dit een fijne video vond, dan waardeer ik het als je hem liked. Als je hem deelt. Als je je abonneert. Bij 750 abonnees verloot ik de Intuity Oil. Dat is met 100% Ylang Ylang. En dat is een olie die je onder je voeten doet of op je polsen. Die jou helpt om je innerlijke kind te helen en weer speels te mogen zijn. Want als vrouwelijke gezonde energie is ook weer speels zijn. Te durven te flirten, durven te geven, blij te zijn. Dat innerlijke kind, dat meisje in jou gewoon lekker te laten stralen en dansen en zingen. En laat ook maar niemand je licht dimmen. Laat geen enkele coach je aanpraten dat je nu niet heel bent. Want als vrouwelijke tweelingziel of vrouwelijke energie is helemaal heel van zichzelf. Je hebt natuurlijk ook die mannelijke energie in jezelf. Je mag in balans zijn met je vrouwelijke energie. En dat betekent niet dat je dus helemaal passief moet zijn. Nee, je gaat zijn in die en passief zijn. En als je denkt: hé, maar nu moet ik actie nemen. Ik ben eigenlijk al aan actie nemen omdat het zo goed voelt. Dan neem je die actie vanuit de geïnspireerde actie. En daar kan die olie bij helpen. En ik wil ook even de mensen bedanken dat we nu al over die 500 abonnees zijn. Dat was het eerste doel dat ik had. En zonder dat ik nieuwe video's heb gedeeld, zijn er alweer meer abonnees bijgekomen. En daar ben ik heel erg blij mee. Super, dankjewel.